30% van de fusies eh, die falen. Ja, maar die mensen die ons overgenomen hebben... die zijn star en stug. Dat je mensen meeneemt in dit proces. De Hema, dat is gewoon een winkel waar we allemaal terecht kunnen. Of je nou rijk of arm bent. Die hebben niet zo'n kapsone, eh, zeg maar. Maar dat heeft eigenlijk de Jumbo ook niet. Dat is een perfecte match. Van harte welkom en leuk dat je weer kijkt naar een video op 7DTV. En ook als je luistert naar de podcast, van harte welkom. In, uh, in een serie gesprekken uh, in samenwerking met G2O... praat ik over het belang van merken. Uh, en in deze video zoomen we in specifiek op fusies en overname En wat dan het effect is op identiteiten en merken van bedrijven. Ik doe dat met de oprichter en eigenaar van G2O, Gijs Huisman. Gijs, van harte welkom. Ja... Is het een ondergeschoven kindje op het moment dat er een fusie in beeld komt? Uh, ja, ik denk het wel. Ze weten allemaal wel dat het belangrijk is. Mm -hmm. uh, en dat uh, identiteit en zeker DNA, een stukje cultuur, uh, dat doet er zeker toe. Alleen uh, men wil vooral werken aan het grotere geheel uh, van het samensmelten van die twee of drie organisaties, uh, wat ze voor ogen hebben. En dan uh, vergeten ze soms iets mee, minder uh, in de spiegel te kijken en vooral te kijken naar die stip op de horizon en het grotere ja. geheel. Ja, en vaak ook heel erg, zeg maar, businesswise gedreven. Hè? Ja, van, ze kijken van, hey, dit is de business case, uh, we kunnen synergievoordelen halen, ja. we kunnen dit en dat samenvoegen en dan snijden we die kosten eruit en dan, dan heb je je win-win en dan denken ze, nou, één en één is 3. Ja. En uh, ja, dat is maar de vraag. Gaat het vaak mis? Heb jij het idee of niet? Uh, ja, ik denk het wel, maar dat uh, denk ik niet alleen. Dat blijkt ook uit het onderzoek van de Society for Human Resource Management. Die doet daar ook onderzoek naar. Ja. En dan blijkt dat eigenlijk 30% van de fusies uh, die falen omdat de culturen en het DNA niet matchen en niet goed te integreren is. Dus dat, dat zijn ook gewoon keiharde cijfers. Hmm. En wat is de schade dan? Uh, zeg maar, stel dat je dat inderdaad negeert en, en, en je drukt het toch door. Wat is dan de uiteindelijke schade van zoiets? Nou, de directe schade die is vaak op hele korte termijn moeilijk te duiden. Want het stuk DNA dat, dat zit tussen, ja, dat zijn eigenlijk die onuitgesproken regels. Je hoort het vaak van, ja, zo doen we dat hier. Eh, ja. weet je, dat zijn van die dingetjes dat je denkt, ja, als je erin zit dan weet je dat dat zo werkt hier. Ja. Staan soms niet eens op papier. Maar eh, dat heeft wel alles te maken met de identiteit van die organisaties. En de schade is als die identiteiten te veel botsen eh, en echt extreme verschillen hebben, dan ga je gewoon niet dat bereiken wat je beoogde te bereiken dus dan ga je gewoon niet uh, die 1 en 1 is 3 halen even we hadden in het voorgesprek gesprek ook kort over ook in het vorige videootje die we nu even in beeld zullen tonen zodat mensen eventueel ook zeg maar het eerste videootje kunnen kijken het eerste gesprek wat we hadden uh, een aantal termen je hebt identiteit DNA merk cultuur duidt dat eens even technisch... Ja, ik denk dat cultuur dat gaat over heel veel aspecten. Dat reikt ook verder als dat ons specialisme is. Mm -hmm. uh, identiteit is een onderdeel van, van de cultuur. Uh, en ja wat de precieze definitie is, dat weet ik eigenlijk niet eens zo op te lepelen. Uh, mm -hmm. Omdat dat buiten onze scope en speelveld is. Mm -hmm. Maar identiteit, dat, is, dat gaat eigenlijk, uh, wat wij eronder verstaan, is van uh, wat, wat drijft nu mensen in zo'n organisatie. Dus met andere woorden, waar krijgen ze nou echt energie van? En uh, dat is best wel een belangrijke. Energie klinkt ook. Vaag aan de ene kant, maar het gaat wel over de soft skills van een organisatie. En wij kunnen dat eh, wel behoorlijk concreet maken. We mm. werken dan, zoals ik in de vorige video ook vertelde, in, eh, met de methodologie van eh, Lawrence, een Harvard professor. Eh, en dat kunnen we op persoonsniveau meten, letterlijk, maar ook op groepsniveau en dus op organisatieniveau. Nou, en dat, dat verstaan wij onder identiteit. Mm -hmm. En eh, naar dat aspect kijken wij als het gaat over eh, het vraagstuk van fusies. Want vaak komen ze dan bij ons met de vraag van, joh, eh, kun je ons helpen met de branding van onze nieuwe organisatie? Ja, zo komen ze natuurlijk binnen. Ja, hè? Ze dat, van, oh ja, we ja. hebben twee merken en dan moet er één worden. Of we ja, voegen merken samen, nieuw logootje. Ja. En eh, ja. helpen ons er even doorheen. Ja, eigenlijk is het een, gewoon een hele basale vraag. Ze denken van, nou, er moet even een naampje verzonnen worden. En ja, dat moet wel goed zijn natuurlijk. Eh, <laughs> en dan eh, nieuw logootje en huisstijltje En nou, jongens, we gaan weer. Ja. En dan ga ik allemaal hele lastige vragen stellen. Nou, welke dan? Nou, dan zeg ik van nou, laten we eerst even terugkijken en uh, een spiegel voorhouden van wat is de ene organisatie en wat is de andere organisatie. Want je wil wel dat beide organisaties uh, zichzelf herkennen in die nieuwe uitstraling, in de naam, maar ook in de nieuwe uitstraling. En mm -hmm. dan moet je wel weten welk vlees je in de kuip hebt als het ware, anders kunnen wij onze job uh, gewoon niet goed doen. Uh, maar hoe doe je dat dan? Nou, dan gaan we eigenlijk beide organisaties uh, analyseren. Dus dan ga je gesprekken voeren met, met een directie. Ja. Uh, je, je voert gesprekken met. Uh, soms is er een investeringsmaatschappij betrokken. die uh, bijvoorbeeld twee bedrijven overgenomen heeft. en dat samen wil laten smelten. Uh, dan is het gewoon ook goed om hun belangen te weten. en wat hun voor ogen hebben. Ja. En dan vaak blijft uh, de voormalige eigenaar nog een x aantal jaren aan. als CEO of directeur of commercieel directeur. Uh, nou, hun visie is ook belangrijk. want dat zijn vaak de oprichters. Van die organisaties. Uh, dus goed om ook daarna te luisteren, uh, hoe hun het bedrijf uh, opgericht hebben, hoe dat gegroeid is. Maar ook uh, de verdere lagen in de organisatie. Dus je, je daalt als het ware af naar middelmanagement tot operationeel niveau. En je spreekt daar mensen om een feeling te krijgen: zeg maar, bij ja, wat leeft daar nu precies? En hoe kunnen we die identiteit nu duiden. En dat doe je bij de ene organisatie en bij de andere. En dan kijk je gewoon, ja, wat zijn de overeenkomsten of de verschillen. Je hebt uh, van die uh, uh... Van die persoonlijkheidstraining heb ik zelf ook wel eens gedaan. Hè? En dan heb je dan, jij bent dan een bepaald type. En dan de andere types die zitten in jouw irritatiezone en andere die matchen weer heel goed en die weer niet. En, uh, uh. Kun je dat op dit niveau ook zeggen? Dat jij een soort van blauwdruk maakt van de ene en van de andere. En dat jij dan kan zeggen, lieve mensen, niet doen. Dit gaat ja. er niet worden. Ja. Ja, want je doet dat. Ja, dat kan zeker. Dat doen we eigenlijk ook. Dus je kijkt van. Nou, hoeven verschillen niet erg te zijn. Hè? Okay. Want verschillen kunnen juist ook elkaar versterken. Dus als jij iets hebt wat de ander niet heeft, dan kun je dat juist ook proberen te omarmen. Maar er moet wel ergens een fit en een match zijn. Stel voor dat er niets gemeenschappelijk zou zijn. Uh, ja, dan is zo'n, denk ik, uh, zo'n fusie gedoemd te mislukken. Doordat de uh, identiteit, zeker de culturen niet bij elkaar aansluiten. Mm. Want dat, uh, als je de mensen niet mee hebt in een organisatie, dan ga je gewoon datgene niet bereiken wat je beoogt te bereiken. Maar we maken zeker zo'n soort blauwdruk en dan geven we dat ook gewoon heel duidelijk terug uh, naar onze klanten. Ik kan me ook voorstellen dat een CEO of een directeur of een eigenaar, whatever, ongeduldig is. En dat die zegt van ja, maar luister, hij is, is allemaal prima. En dat ze daar op de werkvloer een beetje lopen te mouwen, dat snap ik. Maar we moeten gewoon door. En dit is een kans. En één en één is drie. En uh, de, de markt vraagt hierom. En uh, we moeten gewoon door. Dus dat ze het soort van negeren. Ja. Me loop je, merk je dat wel eens? Uh, ja, dat merk je zeker. Uh, ze zeggen dan vaak wel tegen ons: van ja, maar we moeten uh, niet te veel terugkijken naar wat het allemaal was. Want we moeten vooral kijken naar wat het gaat worden. En wat ja. het kan worden. Want dat, dat zien we voor ogen. En uh, dat begrijp ik ook, zeker uh, vanuit de business strategie uh, die men voor ogen heeft. Mm -hmm. Maar je moet niet onder schatten zeg maar het belang van de mens in de organisatie, want je moet het wel met die mensen doen ja. en die moeten wel meegaan en als je weet waar hun energie zit eh, en soms eh, is er ook bepaalde weerstand, eh, dan zeg ik ja dat is ook energie, maar als je die kan duiden en hoe kun je die dan ombuigen naar een soort positieve move en, en positieve beweging en dat je mensen wel meekrijgt. Maar is dat ook jullie discipline? Want dat blijft voor jullie zo'n ja dat het in het voorgesprek ook al ja. over, je hebt zoveel randjes die je aanraakt, uh, ja. want jullie zijn een brandbuilder, zoals jullie dat dan ja. noemen? Want waar liggen dan de grenzen daarvan? Uh, wij gaan niet hele team-sessies doen, zeg maar... en team-building-sessies, want dat gaat buiten onze scope. Maar we geven wel organisaties inzichten in de mogelijke verschillen... Uh, of overeenkomsten, maar ook waar ze tegenaan kunnen lopen. Dus dan is men voorbereid en dan weet men van oké, okay, als we deze transformatie door gaan zetten, dan weet men oké, okay, dit zijn wel belangrijke aspecten om mensen in mee te nemen. En wij beperken ons dan tot het communicatiestuk. Dus ja. wij denken wel mee uh, van ja, hoe kun je dan de boodschap brengen naar de mensen? Hoe kun je ze wel een beetje meenemen in dat proces? Uh, hoe kun je ze invloed geven op het proces mogelijk? Uh, maar wij zijn niet de organisatie die hele... Sessies gaan doen en workshops met teamleden. Daar hebben we de organisatie niet voor. Maar we halen wel de informatie op en die geven we terug. En dan is het ook aan de leiders van die organisatie is het ook, ligt ook een belangrijke taak weggelegd om hun eigen mensen daarin mee te nemen. Want wat kun jij ook duiden van jongens, als, uh, uh, als jullie. Zeg maar, als we die blauwdruk hebben gemaakt, dit, dit, dit zijn de potentiële risico's... en dit kunnen de gevolgen ervan zijn. Kun je dat concretiseren in, in de zin van, in, in ondernemersjargon, Oftewel, even heel plat zegt, als je dit niet aanpakt en jullie gaan samen... dat gaat je gewoon uh, heel veel omzetkosten of, uh, of iets in die... Ja, want als, uh, ja, dat kunnen we zeker duiden. Dus we, uh, kijk, het doel is niet om altijd de focus te leggen op de verschillen. Uh, maar soms komt het naar voren. Maar we kijken ook van, joh, wat, wat kunnen we er wel van maken? Dus hoe kunnen we de verschillen die er mogelijk zijn omarmen? Ja. En hoe kunnen die helpend zijn? Uh, en hoe, wat kunnen we vinden om richting die grote stip te gaan? Dus dan, dan kijk je daarna. Kun je, Kun je dat concretiseren? Wat zeg maar uh, identiteit, kenmerken zijn die verschillen maar die je toch kan gebruiken? of uh, Ik weet niet of je... Elementen ja, wel, uit, wat... ik kan wel voorbeeldjes noemen. Uh, een tijd terug was ik op uh, gesprek bij een organisatie... Uh, en ik zal vanzelf geen naam noemen, want dat nee. kan niet... maar dat was uh, een organisatie waar uh, hele strakke processen waren. Dus dat, uh, in die organisatie was men gewend volgens strakke processen te werken. De producten die uh, gefabriceerd werden hadden ook hele duidelijke uh, eigenschappen... want dat lag allemaal vast, de processen liggen vast... een product uh, kan een x-aantal opties hebben. En uh, die desbetreffende organisatie he heeft een andere organisatie overgenomen... Uh, met een totaal andere oriëntatie in zijn organisatie. Dus de, de ene uh, bedrijf uh, die de, uh, die was meer procesgeoriënteerd. Ja. En de andere, daar, daar verschilde elk product van. Uh, de de markt en de klant kon allerlei opties kiezen. En wilden ze het zus hebben of zo hebben, dan uh, deed die organisatie dat. Ja, ja. En eh, die twee organisaties die moesten dus gaan samenwerken. En dan zie je dat, eh, dat het zo sterk is. Want de ene die heeft een hele duidelijke marktoriëntatie. Die zegt: van nou, oké, okay, wat jij wil, beste markt of beste klant in de markt. We gaan het wel maken. Wil je het zus? Wil je kleurtjes zus of zo? Dan doen we dat. Hm. Maar dan zie je dat die oriëntaties, CQ, maar ook de energie in die organisatie. zo wezenlijk verschillend is. Hm. Dat de, de club die overgenomen is, die zegt dan: ja, maar die mensen die ons overgenomen hebben, die zijn star, een stug. Dat kan niks. Klantonvriendelijk. Klantonvriendelijk en ze ja. denken niet mee, eh, snap je? En dan krijg je heel veel onbegrip. Maar als je dat inzicht nou gaat geven aan beide organisaties, dan, krijg, dan heb je gewoon veel meer begrip ervoor. Want er zitten ook heel veel voordelen aan als een proces en een product wel gedefinieerd is. Want de kwaliteit en de output is dan altijd hetzelfde. Daar klaagden ook de klanten van die andere organisatie over: van ja, als wij daar een product bestellen, eh, een half jaar later is het toch weer anders weet je, ja, ja, ja. Al, dus dat dat ja, dat zijn de hele verschillen wel. Maar moet je compromiseren of moet je uh, voor het ene kiezen of voor het andere kiezen? Uh, nou, het is wel van belang uh, om te kijken van wat ga, gaat leidend zijn. Dus stel voor dat de ene organisatie overgenomen wordt door een andere. En, uh, en stel voor dat die leidend gaat zijn in zo'n uh, geheel traject, zeg maar. Dan, uh, en hij wordt opgeslokt als het ware, als het kleinere broertje of zusje in de markt en weggekocht. Uh, dan is wel van belang om te weten van oké, okay, we moeten conformeren aan onze over, de partij die ons heeft overgenomen. En dan moet je wel zo'n... Bedrijf in zich geven van, joh, wie ben jij zelf nu en wat, wat zijn jullie? En we moeten wel daarna gaan kijken hoe dat, dat samen kan gaan werken. Is dat niet heel vaak toch aan de orde? Ik heb wel eens iemand horen zeggen, van, joh, fusies bestaan niet. Het is uiteindelijk altijd eigenlijk een overname. O, zie, zie je het ook zo? Of bestaan er echt fusies vanuit een evenwaardige situatie en dat het echt mergt van twee ja, dat één? Ja, dat kan denk ik wel. Hm. Uh, kijk, het ligt er ook aan van, uh, uh, als de ene organisatie heel groot is bijvoorbeeld, of een bepaalde grootte heeft, of stel dat je 200 man hebt met een x-aantal omzet en de partij die je overneemt, of waar je nou gaat mee fuseren, die is ongeveer gelijkwaardig. Mm -hmm. Ja, dan, dan kun je bijna niet van een overname. Ja, dan kan het een overname zijn. Maar dan, dan, dan laat je ze samensmelten. Wellicht. Het voelt vaak als een overname, als een bedrijf, zeg maar, echt letterlijk een ander bedrijf koopt. Uh, en die blijft eigenaar. En het is veel kleiner dan, spreek je denk ik eerder, van een overname weer. Mm -hmm. Maar uh, ja, het, het, het zijn lastige stukken. Want ja. uh, ondernemers willen gewoon, naar, uh, ja, gewoon samensmelten en, en door. Ja. Ja, ja, maar als je dit negeert, het is, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat kan, dan krijg je het als een boemerang terug. Ja, dan soort. krijg je het echt als een boemerang ja. terug. Je ja. ja. moest ook denken de voorbereiding aan de soort zeg maar, samengestelde gezinnen. Het is dat, ja, dat is dan zeg maar, een vertaalslag naar een complete privé situatie. Of niks met meer. Maar dat heeft ook met elkaar te maken. Dat je ja. twee, uh, twee gezinnen met al hun eigen ja, ja, identiteit ja. en ja. omgangsmethodiek. En, uh, ja. en je stopt dat in één keer samen in een huis. Ja, ja. ja dan, uh, dan, dan zul je ook afspraken moeten maken. Ja, zeker. En, dan, uh, ja. Ja. En, en dan de uiting naar het merk wat toch vaak uh, letterlijk het merk is, hmm. de naam, ja. uh, het logo. Wat moet je daar dan mee? Moet je altijd naar een nieuwe naam? Uh, zijn er verschillende wegen die naar Rome leiden? Wie, hoe moet je daarmee omgaan? Als het een soort als het echt over een fusie gaat, dan uh, ja, er is ook niet een eenduidig antwoord op te geven. Maar dan kan het beter zijn om wellicht een hele nieuwe naam in de markt te introduceren, omdat ook uh, anders de ene uh, zelf dat je hebt naam A en die naam A zou in leven blijven, dan kan het zijn voor partij B, uh, waar je mee gaat fuseren, dat het altijd blijft voelen als van ja, maar wij zijn toch het ondergeschoven kindje, want naam A blijft. Dus dan kan het om uh, de mensen mee te krijgen in dat hele proces uh, wellicht beter zijn uh, om een nieuwe naam te introduceren. Plus dat ook in de markt bepaalde associaties aan beide namen kunnen hangen. Dat je juist zegt van hé, hey, aan de naam A hangen deze associaties. Aan de naam B hangen weer andere associaties. En dan kan het soms sterker zijn om eh, ook een nieuwe naam te kiezen. Dat je gewoon los bent van die historie en van die associaties. Mm -hmm. En dat je, je gewoon je waarde inbrengt. En dan een nieuwe naam definieert. En die gaat positioneren in de markt. Ja, wat ik, ja jij, jij kent de Kees. Het is niet volgens mij een account van jullie. Maar waar ik daar bijvoorbeeld. Ik ben benieuwd naar jouw mening daarover. Uh, of je die vrijelijk kan geven. Maar uh, zo'n Vodafone Ziggo bijvoorbeeld. Hè? Dat vind ik dan... Ik ben buitenstaander. Ik ken de hele case verder niet. Maar voor mij blijven dat gewoon twee verschillende bedrijven heel erg. Ze hebben dan, ja. Soms hebben ze het logo aan elkaar geplakt. Maar dat is dan ook letterlijk ja. Vodafone Ziggo. Vodafone ja. als eerste. Dus ja. het is niet Ziggo Vodafone. Het is Vodafone Ziggo. Ja. Maar ik liep gisteren toevallig langs zo'n winkel. En dan hebben ze letterlijk een bord buiten hangen dat draait en nee. op de ene kant staat Vodafone en op de andere kant Ziggo. Voor mij blijft het dan... Ik snap dat het een bedrijfseconomische fusie is, waarschijnlijk, ja. financieel. Maar naar buiten toe, qua branding, blijven het voor mij gewoon twee aparte brands. Doe het, ja. dan, doe, doe het dan niet. Nee. Wat is jouw mening daarover? Nou, dat zou ik ook niet zo snel zo doen, denk ik. Eh, omdat je het, ja, het lijkt me heel verwarrend. Want wat, volgens mij maken ze letterlijk misschien wel een eh, worsteling door... qua identiteit wie ze nu werkelijk zijn. Eh, want ja, wanneer ga je het ene merk branden en wanneer het andere merk? Dus dat lijkt me ook best lastig. En misschien zien wij als consument wel die worsteling die ze intern hebben. Ja, ja misschien is dat wel de conclusie. Ja, ja. ja, ja dat is eigenlijk jouw oordeel ook een klein beetje, als je er naar kijkt. Ja, ja tenminste, ik zou zeggen, als je, als je zelf niet weet waar je voor staat... en geen keuze durft te maken, dan, ja, dan, dan gaat de markt het zeker niet doen. Is het altijd dat de dominante partij als eerste is? Als je, als je bij, een, bij een fusie de twee namen ziet samengaan, zeg maar, dan staat er altijd één naam vooraan. Mm -hmm. Is dat altijd de dominante partij? Dat weet ik niet goed. Ik denk dat het, heeft, het te maken heeft met de energie. Zeg, stel voor dat er een bepaalde dominante cultuur is in de ene organisatie en eh, zichzelf belangrijker vindt dan de andere partij, dan zal ja. die er alles aan doen dat hij misschien eerder komt te staan uh, en belangrijker wordt. Ja. Praktisch, nog even een vraag. Als jij zo'n traject start en er is geheimhouding, wat natuurlijk best vaak is, hè? sterk nog vaak zelfs totdat de deal echt rond is, dan kun je jouw werk niet goed doen natuurlijk. In de uh, zin van met mensen praten. En, uh. Ja, dat zou wel kunnen. Want dan zou je gewoon de huidige directeur uh, die kan gewoon een identiteitsanalyse laten maken. In, de, in het kader van joh, we willen gaan werken aan onze branding. Ja, ja, ja. En dan uh, kunnen wij gewoon het net ophalen in zijn organisatie. Ja. En natuurlijk uh, weten wij soms dingen die de markt nog niet weet. Hm. Uh, maar dan ga je gewoon zijn organisatie uh, door. En dat doe je bij de andere organisatie ook. En, ja. je, en natuurlijk heb je je geheimhoudingsverplicht. Maar het zou heel waardevol zijn als organisaties dat vooraf uh, doen. voordat ze die keus maken. Ja, ja. Want vaak gebeurt het uh, pas daarna. Want dan is de deal al beklonken. En dan denkt men: ja. oké, okay, we gaan een nieuwe naam in de markt introduceren. Mm -hmm. En als er dan grote verschillen zijn. Uh, ja, dan is het soms handig om het uh, niet te doen. En misschien zelfs twee merken naast elkaar te laten. Bestaan. Zijn er standaarden in jouw vakgebied? Dat je echt letterlijk. Uh, lijkt mij namelijk handig dat je als bedrijf kan zeggen: jongens, je hebt uh, zes verschillende identiteitsprofielen. En en uh, die drie die matchen met die twee, maar die niet met die. Uh, dat je een soort standaard daarin hebt. Of is bestaat dat? Uh, dat weet ik niet. Ik denk, tenminste, wij denken niet zo. Nee. Waar, waar wij wel naar kijken is van: uh, we hebben vier energiestromen. Dat is Acquire, Defend, Learn, Bond. Uh, die hebben we de, de vorige keer ook kort aangestipt. Ja. En wij kijken van welke zijn dominant in organisatie A en welke zijn dominant in organisatie B. Hm. En als de, die energiestromen ja, bepaalde overeenkomsten of verschillen hebben, dan kijken wij: oké, okay, uh, wat, wat betekent dat en wat zegt dat voor de identiteit? En hoe kun je dat samen laten smelten? Eh, soms zijn er verschillen, maar dan hebben we ook een bepaald grid ontwikkeld. Eh, om die verschillen te overbruggen. En dan kunnen we dat ook weer duiden. Mm -hmm. En dan kunnen we kijken met zo'n organisatie. hoe kun je daar een nieuwe grote geheel van krijgen en eh, maken? De meest gemaakte fouten. noem nog eens een paar dingen. of je denkt van. oeh, pas daar nou in ieder geval mee op. wil je dat het niet fout gaat? Ik denk dat het belangrijk is dat. Eh, dat je goed kijkt en luistert intern in de organisaties. Dat je mensen meeneemt in dit proces. Ja. Uh, want ik denk als je dat goed doet, dan kan het uh, grotere geheel ook maar tot leven komen. Maar als je mensen vergeet mee te nemen, uh, dan gaat iedereen zijn ding blijven doen. Er komt enorm veel weerstand. Uh, je krijgt inefficiëntie in een organisatie. En dan lekt letterlijk energie weg. En ja. al, al die lekkende energie, uh, dat gaat niet richting de organisatie ten positieve. Jij ziet een bedrijf echt als mens en energie, hè? Ja, ja, ja. Dat stroomt volgens mij altijd. Ik zeg altijd, water stroomt naar het laagste punt. Dus ga je energie negeren eh, die er wel is, eh, of ja, dan, dan dat, dat is gewoon zo krachtig, dat, dat kun je niet tegenhouden. Ja, klopt. Tot slot nog één uh, uh, merken, waarvan waar ik jouw mening heel nieuwsgierig naar ben. Uh, uh, Jumbo. Waanzinnig groeiend. Uh, supermarktconcern. Zijn nu in België als een dolle aan het groeien, en weet ik veel wat allemaal. Hebben hun ook laten vallen nu op, uh, op Hema. Echt een zielig merk bijna, waar al jaren mee van hot naar her gegooid wordt. Zonder enig respect. Het voelt ja, dat een ja. beetje. Uh, wat zou jij doen? Stel dat jij nou merk verantwoordelijk zou zijn. Binnen Jumbo en stel even: de deal is upcoming, dus ze gaan het doen, of nou 50% is mm -hmm. genaamd. Even meteen kort op ja. de bocht, ze lijven gewoon HEMA in. Stel even: wat zouden dan aandachtspunten zijn, wat jou betreft? Uh, dan zou ik kijken naar wat is de identiteit en cultuur van de organisaties, maar ook van het type klant. Uh, wat koopt nou bij een HEMA en wat koopt nou voor consument bij een Jumbo en welke ja. consumenten passen daarbij en zitten daar hele grote overeenkomsten in, of juist verschillen? En ik denk in deze case, zeg maar in dit voorbeeld dat ze juist heel goed passen. Ja. Uh, vanuit ons vak zeggen wij dat het zijn twee uh, organisaties die een soort everyman merk en karakter hebben. Een soort everyman. Dat is ja. eigenlijk de man, man van het volk, zeg ja, maar. Ja. Hè. Dus een soort ja. uh, warm uh, welkom heb je. Je, je ja. kan je, je hoort erbij bij thuis, zeg maar. Ja. Die hebben vaak een sterk ingroep uh, van uh, je, je hoort gewoon erbij. En ja. hey, maar dat is gewoon een winkel waar we allemaal terecht kunnen, of je nou rijk of arm bent, uh, ja. belangrijk of onbelangrijk. die, 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 die hebben niet zo'n eh, kapsones, zeg maar, maar dat heeft eigenlijk de Jumbo ook niet. Dus die, eh, die twee, die ja, tenminste zo ver als ik ze aan de buitenkant ken als consument, ja, ja. denk ik, nou, dat is een perfecte match. Ja, ja ook misschien wel het familiebedrijf-DNA wat er bij Jumbo ja, in zit. Ja, zeker ja. wel. Ja. Ja. ja, en dat is gewoon, eh, ja, dat noemen wij de Bond drive, zeg maar. Dat is gewoon open, hartelijk. Eh, je hebt niks te verbergen, zeg maar. Joviaal. Ja, ja. Eh, en dat, dat past ook wel bij de HEMA. qua, ja, qua ik, karakter. ik gun het HEMA bijna. Ja, ja, maar dat gevoel, dat leeft. Ja. Er was ook een clubje opgericht hè, van mensen ja. die dat. Eh, in ja. stand wilde houden. Nou, ja. dat, dat zegt al genoeg over het type eh, consument eh, wat bij een Hema wil kopen. En over de kracht van het merk. Hema. En het kracht, ja. Anders ja, moeten niet gaan rebranden nee. naar Jumbo denken. Nee, absoluut niet. Gewoon nee, lekker nee. Hema laten. <laughs> ja. Dankjewel voor je, voor je insights, Gijs. En uh, dankjewel voor wederom een, een leuk gesprek. En we zullen ook hier weer zorgen, beste kijker, uh, dat wij uh, het een en ander aan, uh, aan literatuur en theorietjes en dingetjes en kennis uh, die Gijs allemaal in huis heeft, wat hij zomaar wil delen, uh, uh, in de beschrijving van deze video uh, zullen stoppen, zodat je dat kan Terugvinden voor nu. Dankjewel voor het kijken. Hoi!